Welkom bij de eerste mestrijdvlog van VV Katwijk. Na 2,5 uur rijden kwamen we aan op Sportpark De Bolzoek voor de uitwedstrijd tegen HHC Hardenberg. Het beloofde een spannende middag te worden, want na afloop werd bekend dat beide concurrenten Rijnsburgse Boys en AFC punten zouden verliezen. Katwijk moest het doen zonder Kai Blokland, want die had rood gepakt vorige week in de wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Er waren weer een hoop supporters meegereisd vanuit Katwijk. En die zagen ook een spannende, maar enerverende wedstrijd waarin het aardig gelijk opging. Tot in de 85e minuut waarin Schulte Deskunst wegstuurt. Die behoudt het overzicht en Ella Zouti weet de bal binnen te prikken. 1-0 voor VV Katwijk. Supporters en spelers zijn door het dolle heen. Hiermee pakt Katwijk weer de koppositie. Maar voordat er feest gevierd kon worden had Mukhtar Suleiman nog een hoogstandje. Koek, koek. En hier is dan het einde van de wedstrijd. Katwijk wint met 1-0 van HHC Hardenberg en pakt de koppositie.